Hallo iedereen, in dit filmpje ga ik jullie wat meer uitleg geven over hoe je wat meer orde in je Arduino code kan gebruiken. Er zijn daar eigenlijk vier basistips voor. Tip 1, voeg commentaar toe aan je Arduino code. Je code zal veel overzichtelijker worden wanneer je voldoende commentaar toevoegt. Je code wordt overzichtelijker op het ene moment, maar ook wanneer dat je project eventueel enkele maanden moet laten liggen en het dan opnieuw moet opnemen, zal de commentaar ervoor zorgen dat je terug weet hoe je code in elkaar zit. Een tweede belangrijke tip is dat je logische namen gebruikt voor je variabelen. Noem je variabelen niet gewoon var of variabelen, maar gebruik logische namen. Derde tip, gebruik constanten voor pin-aansluitingen. In mijn eerdere filmpjes heb ik dit nog niet gedaan, omdat ik het nog eenvoudig wou houden. Maar eigenlijk ben je best dat je constanten gebruikt voor de pin-aansluitingen. Ik ga straks dit nog wel voortdoen. En een vierde tip die heel belangrijk kan zijn, is maak voldoende gebruik van deelprocedures. Nu, voor deelprocedures, dit heb ik nog niet besproken in een filmpje. Dit zal er nog wel aankomen. Maar eentje die techniek van die deelprocedures kan toepassen, maak daar alsjeblieft voldoende gebruik van. Een deelprocedure is een stukje code dat je meerdere keren moet herhalen, die toch enkele regels lang is, en waarvoor dat het de moeite is om een extra procedure te schrijven. Goed, we gaan de eerste drie die we eigenlijk al kunnen, of de constanten is zeer snel uitgelegd, ga ik even voortonen in een heel kort programmaatje. Ik heb hier een voorbeeldje klaarstaan, twee drukknoppen, twee leds. Dat is eigenlijk een vrij eenvoudige opstelling. Als we gaan kijken naar de code, het eerste wat we normaal gezien altijd doen, is onze pinmode gebruiken. Nu, vooraleer dat we aan onze pinmode gebruiken, is het misschien handig dat we bovenaan typen waarvoor dit programma eigenlijk dient. Wat commentaar toevoegen. Als we heel veel commentaar willen toevoegen, dus enkele regels, dan doen we dit door een slash en een asterisk te tikken. Hierna kun je alle tekst typen. Je kan schrijven waar dit programma voor dient, wie dat het gemaakt heeft, wanneer dat je daaraan begonnen bent, en ga ze maar verder. Dus dit is de algemene uitleg. Die uitleg die blijft duren tot wanneer dat we die commentaarmodus afsluiten. En dat doen we door de asterisk en de slash in de andere volgorde te zetten. Voilà. Dus hiermee kunnen we eigenlijk meerdere regels commentaar schrijven. Heel handig voor in het begin van een programma. Wat je ook veel ziet bij Arduino is dat er naast een regel nog commentaar staat. Dat doen we door twee slash te geven. Voilà, de setup, deze code zullen we eenmaal doorlopen. Een standaard commentaar die er kan tussen staan. Naast elke regel kan je op deze wijze commentaar zetten. Let op, je kan hier geen enter bij geven. Dus als ik zullen we eenmaal doorlopen, dan gaat hij denken dat doorlopen een procedure of een variabele is die hij wil aanroepen. Dus daar gaan we een foutmelding krijgen. Dus let goed op. Een dubbele slash wil zeggen dat we eigenlijk maar op één regel commentaar kunnen geven. Om op meerdere regels commentaar te geven, moeten we gebruik maken van het slash en het sterke. Goed, dat is al een eerste tip die we kunnen geven. Commentaar geven. Tweede tip die ik gegeven had, was zinvolle variabelen gebruiken. En de derde, constante. Wel, ik ga die eigenlijk een beetje al door elkaar doen. Bovenaan moeten we ons variabelen en ook ons constante declareren. Wel, bijvoorbeeld, const rode led is gelijk aan, en ik ga het pad van de rode led volgen, 9. En dan kan ik ook de gele led is gelijk aan, en de gele led zit met deze groene kabel, 10. Natuurlijk mijn punt komma niet vergeten. Wat geeft mij dat tot voordeel? Wel, bijvoorbeeld al in mijn setup, wanneer ik mijn pinmode ga doen, kan ik al zeggen, rode led is natuurlijk een output. Een ledje is een output.
Sommige gevallen zouden we een letter ook kunnen gebruiken als input, maar daarover gaan we het nu nog niet hebben. Pin mode, gele led, is dan natuurlijk ook een output. Als ik nu in mijn code, in mijn loop, mijn rode led wil laten branden, wat moet ik dan maar schrijven? Digital write rode led high. Het is veel logischer dat ik nu kan schrijven rode led high. Zodanig dat ik weet van, ik ben bezig met mijn rode led. Goed, dus een constante, het woordje const, met daarna de naam van een variabele, want eigenlijk is een constante ook een soort variabele. En zeker voor de pinnen te declareren is dat heel handig. We hebben ook twee drukknoppen. Ook deze kunnen we doen. Const. Linker drukknop, linkse knop ga ik hem doen, niet de lange variabelen is ook belangrijk. De linkse knop is 7 en const de rechtse knop is dan gelijk aan 8. Ook hier moeten we de pin mode nog zeggen. Pin mode, linkse knop is een input. En pin mode, de rechtse knop. De rechtse knop is ook een input. En ik zie dat ik hier al een fout gemaakt heb. Pin mode is met kleine letters. Ziezo. Als ik nu iets wil testen, bijvoorbeeld mijn rode led moet hoog zijn, moet branden wanneer de linker drukknop is ingedrukt. If digital read linkse knop is gelijk aan high, dan gaan we onze digital write, onze rode led, hoog doen. Ziezo. En dan zou ik nog kunnen zeggen else en ga zo maar verder, maar ik ga nu niet volledig mijn code schrijven. Op deze manier wordt eigenlijk uw programma veel overzichtelijker. Uw programma wordt overzichtelijker omdat we namen gebruiken in plaats van iedere keer te refereren naar een PIN-nummer. Ook hier zouden we best commentaar kunnen naschrijven. We zouden hiernaast kunnen schrijven wat dit eigenlijk doet. Dus wanneer de linkse knop ingedrukt is, rode led laten branden. Nu, de commentaar die we ernaast schrijven, ben je ook altijd best dat je die zo kort mogelijk houdt. Nu, dit is een beetje een onzinnige commentaar, maar wanneer je een heel groot programma maakt, kan het echt wel handig zijn om de verschillende delen van je programma van elkaar te laten of van elkaar te laten scheiden, zelfs door gebruik te maken van commentaarlijnen. Wat ik persoonlijk ook heel veel doe, is mijn programma opdelen in verschillende delen. Daarvoor moeten er geen subroutines zijn. En dan gewoon met streepjes te zetten. Voilà. En in dit deel gaan we bijvoorbeeld sensoren inlezen. Sensoren inlezen. Dan weet ik alle code die erna komt, die zal zijn voor mijn sensoren in te lezen. Dan tik ik wat code. Daarna ga ik nog wat code doen. Bijvoorbeeld motoren starten. Ja, en ga ze maar verder. Dus eigenlijk door daar met commentaarlijnen lijnen tussen te zetten, met ook tekst ertussen, gaat die programma overzichtelijker worden. En als je aan foutopsporing moet doen, als je aan debugging moet doen, gaat het ook direct veel duidelijker zijn waar je moet zoeken. Ah, mijn sensor wordt niet goed ingelezen. Ah, juist, in dit stukje programma lees ik mijn sensoren in. Ziezo, dat zijn eigenlijk de belangrijkste tips. Denk eraan, bij het nemen van variabelen, neem alsjeblieft logische namen. Maak de naam van uw variabelen niet te lang, ook niet te kort, en vermijd algemene namen te gebruiken, zoals variabelen, var of teller of zo. Ja, probeer telkens te zeggen welk soort variabelen dat het is, welke waarden die daarin gaan moeten.
Een logische naam van een variabele zal je programma veel gemakkelijker maken en het programmeren of het later wijzigen van je programma zal ook veel vlotter verlopen. Ziezo, dit was het filmpje over hoe je je code overzichtelijker en ordelijker kunt maken. Probeer die tips echt toe te passen. Het zal jullie helpen om een beetje orde op zaken te stellen in de code. Veel succes iedereen. En als je dit een leuk filmpje vond, duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal.